Iedere dinsdagavond is er een nieuwe aflevering te zien van MyStyle op TV11. Vandaag staan we op het Stationsplein en hier waren geweldige fashion show. We gaan even kijken naar de hoogtepunten. Nou, jij hebt dus net de fashion show gekeken, hè? Nou, wat vond je nou echt de mooiste kleren? Of wat had je ziet, dat valt echt op, vind ik leuk. Ja, vooral van de dames vond ik wel leuk. Ja, ik ben nog niet zo heel lang hier, dus ik heb niet echt alles gezien. Oké. De dames vond en qua haar en make-up, vond je dat ook mooi? Ja, echt super. Echt vet gedaan, echt vet. Oké, top, dankjewel. Ik sta hier bij Gulana en Gulana heeft de haren en de make-up van de fashion show gedaan. Maar welke stijl heb je aangehouden? Ik heb een beetje Ibiza-achtig heb ik een beetje zo gedaan, omdat het mijn fashion is. En gewoon een beetje geks en wat kleuren in de haren gedaan. Ja, klopt. En een beetje vrolijker uitziet. En de make-up? En make-up ook natuurlijk. Heb ik ook met de kleuren aangepast bij de kleren natuurlijk. En gewoon wat meer wat fashion kleuren aangehouden. En het is wel mooi gekomen dus. Ja, top. Ik heb het zelf ook ervaren en het zag er goed uit. We gaan nu even naar Zwamen, want dat zijn de hele bekende mensen op ons te wachten. Je verblind me, verlaat me in het donker, maar ik vind je weer. Iedere keer je verblind me. Je hebt in 2011 heb jij Popstars gewonnen. Wat doe je eigenlijk verder nog? Eigenlijk niks. Ik kan niet veel. Ik kan alleen een beetje zingen. Dus ja, ik doe niks anders. Ik heb sinds kort ook een eigen programma op RTL 4. Die ik dan mag presenteren. Maar voor de rest, ja, ik zing alleen. Ja, maar dat is toch ook leuk? Dat is hartstikke leuk. Als je van je hobby je beroep kan maken, dan ben je er gelukkig mee. Ja, precies. En verder nog, ja, je doet natuurlijk optredens. Je bent veel weg van thuis. Natuurlijk ook vervelend, maar je doet het nog zeker graag, toch? Ik doe het nu heel graag. Maar ik denk dat ik in 2 weken tijd ben ik nu 2 dagen thuis geweest. Het is ook wel leuk als je bij je zoontje mag zijn. Je zoontje, en hoe oud is je zoontje? Mijn zoontje die is 7 maanden. Ah, dat is wel lief. Nou Dien, ik wens je een hele fijne terugreis. En ga lekker naar je zoontje. Dankjewel. Haaie, hoie, haaie. 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 Wil je even voorstellen? Ja, ik ben Kennetje van Rawtentic. Ik ben Noah van Rawtentic, ik ben 16 jaar. Kenji van Rawtentic. Oké, en jullie hebben een geweldig optreden gedaan, zoals we gezien hebben. Hoe lang doen jullie al breakdance? Ik ben 6 jaar. 6 jaar? Ik een jaartje, anderhalf jaartje of zoiets. 11 jaar al. Oké, maar jullie zijn begrijp ik een groep, hè? Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Ik ben gewoon bij breakdance gekomen en toen kwamen er steeds meer mensen bij breakdance.
En uit de breakdance groep Blacklist hebben we eigenlijk Rotentic gevormd. Oké, ja, gaaf. Hey, wat kon je dat goed? Hoe oud ben jij? 12. 12 jaar. En hoe lang doe je al breakdansen? 5 jaar. 5 jaar en dan het al zo goed kunnen? Ja. Nou, top hoor. Dit was mijn stijl. Tot de volgende keer. Mijn stijl.